Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans, ik ben schrijver en ik ben hier regelmatig op Land van Lezen te zien met een nieuwe vlog. En ik heb goed nieuws voor alle juffen en meesters, voor ouders en vooral voor kinderen, want ze zijn er weer, de zomerleesboeken. Er is er eentje voor groep 3 als je naar groep 4 gaat en er is er eentje voor groep 4 als je naar groep 5 gaat. Nou, en zo vind je in het zomerleesboek voor groep 3 als je naar groep 4 gaat, bijvoorbeeld een heel erg lang verhaal geschreven door niemand minder dan Rindert Kromhout. Je vindt er een mop, je vindt er een stripverhaal, je vindt er een toneelleesverhaal voor als je even gewoon zin hebt om samen met iemand anders te lezen. En als je even geen zin hebt om te lezen, nou, is er ook nog een kleurplaat in het boek te vinden. En nog veel meer. Ook een heel erg leuk spel, waardoor je er eigenlijk achter komt dat je overal kan lezen. Want lezen is natuurlijk belangrijk, zeker in een zomervakantie. Al is het maar 10 minuten per dag, dan zorg je er in ieder geval voor dat je gewoon heel erg goed blijft lezen. En dat je misschien wel beter leest na de vakantie dan voor de vakantie. Nou, en in het boek voor groep 4, als je naar groep 5 gaat, zijn ook heel veel verhalen te vinden. Er is een heel erg lang verhaal geschreven door Anneke Scholtens in het boek te vinden. Een heel bijzonder interview met Joshua Douglas. Nou, die ken je misschien wel van de Wout en Rick boeken. En Joshua Douglas is ook degene die dit jaar voor de Kinderboekenweek het Kinderboekenweekgeschenk gaat schrijven. Nou, en waarover hij gaat schrijven, dat wilde hij nog niet kwijt, want dat moet nog allemaal geheim blijven. Maar op heel veel andere vragen geeft hij wel hele goede en leuke antwoorden. Nou, je vindt er natuurlijk ook weer een strip, een toneelleesverhaal en je vindt er ook het liedje dat op de wijs van Berend Botje kan worden gezongen. Nou, ik zou zeggen, heel veel leesplezier met deze zomerleesboeken, want ze zijn overal verkrijgbaar in elke boekhandel voor slechts €3,50. Dus ik zou zeggen, koop ze en geniet.